ik werk met primaten vooral. En natuurlijk, alles wat ze doen is eigenlijk zelf georganiseerd. Er is niemand die hen vertelt hoe ze zich moeten gedragen. De menselijke zelforganisatie is helemaal ingegeven door hoe je reageert op bepaalde omstandigheden als individu. Dan, als miljoenen individuen dat doen, dan krijg je je zelf georganiseerd systeem. En dat is precies hoe het met apen werkt, denk ik. Je hebt al die neigingen die ze hebben. Tot samenwerking, tot conflict, tot hiërarchie of wat het ook is. Die neigingen zijn zeer vergelijkbaar met menselijke neigingen. Dus in die zin zie je een soort van micro-organisatie, want het is allemaal veel kleinere schaal dan bij de mens. Want mensen zijn over het algemeen egalitair georganiseerd in kleine gemeenschappen waar iedereen elkaar kent, zoals bij jager-verzamelaars. En ze zijn in feite anti-hiërarchisch. Die houden niet van een sterke baas die alles probeert te regelen voor ze. Dat proberen ze te voorkomen. Maar zo gauw als mensen naar grotere gemeenschappen gaan, worden ze vaak meer hiërarchisch. En dat is waarschijnlijk gebeurd met ons toen we agriculturisten werden. Zo gauw als een systeem snel beslissingen moet nemen, is een hiërarchie praktisch. Bijvoorbeeld, militairen hebben altijd een hiërarchie. Want je kunt geen militaire beslissing nemen in het veld tegen je tegenstander. Dat kun je niet op een democratische manier gaan doen. Er moet iemand zijn die het zo snel beslist. En ik weet niet hoe je dat moet tegengaan en of je dat wel wil tegengaan, want ik weet niet wat de consequenties daarvan zijn. Als je probeert de hiërarchie af te schaffen, dat kun je niet zomaar doen.